Bella, of ik schiet jou. Oh, gezellig, hè? Nou, we gaan allemaal. Ja hoor, daar is hij weer, hè. Nou, nou. Wie is er? Wie is er? Wat is er nou weer vragen? Wie? Wij toch? De lach of ik belachelijk, hè? Wie is er? Hele tune, dingelingeling, ploem ploem. Wie is er? Oh. Nou, nou. Oh. Nou, nou. Is dat wel mensen, hè? Dat was me twee keer weer wel, hè? Nou ja, gauw vergeten, want we zijn er weer en we zitten weer tot al Nokkie. Nokkie, nokkie, nokkie! Ja! En ik, we zitten vol met artiesten vanmiddag. Dat zeg ik toch net! Ik zeg nokkie, nokkie! Oh, dat had ik even niet verstaan. Dan gaan we als gewoon weer beginnen natuurlijk. U voelt hem al aankomen, hè, de Groot? Heb je hem klaar? Want daar is... De spreuk. De spreukwinst! Wat zal het zijn deze week? Hé? De spreuk. Hij moet hem nog verzinnen. Hoe is het mogelijk? Mensen, ik sla een klep voor mijn ogen. Hij moet hem nog verzinnen. Ik zeg wel gewoon abacadabra. Was de spreuk. Abacadabra. Een goochelspreuk. Nou ja, goed, gauw vergeten mensen, want nou gaan we beginnen hoor, want we zitten nokkie nokkie en hier komt de eerste van een grote berg. Hooggeëerd publiek. Wij stellen u voor, vader Abraham en zijn goede zonen. Stilte! Stilte! Vader Abraham en zijn goede zonen. Stilte! Mensen, stil al even. Mensen, even rustig. Stilte! Mensen, vader Abraham vraagt om stilte even. Vader Abraham, waar gaat u nu toe? Of gaat u nou niet weg? Zie nou mensen wat je bereikt hebt, hè? Zie nou wat je bereikt hebt, nou gaat hij weg. Luister nu naar de hoofdstukken. Waarin het nu de hoogste tijd is voor... Daar is de koffie. Gezellig, hè? Lekker bakkie koffie, zeg. Gezellig, mensen. Over Joop, kom er even bij. Koffie. Oh, nou, geef mij maar een neut, mensen. Nou, schrik van mij maar een bakkie hier. Goedemorgen. Oh, we zijn precies op tijd. Koffie. Gezellig, hè? Ik heb wat meegenomen. Ach, heb je wat meegenomen voor bij de koffietoos? Wat heb je meegenomen, hè? Nou, mijn poes. Mijn poes. Wie neemt nou zijn poes mee voorbij de koffie? Wou hem eens laten zien. Ja, je kunt toch niet je poes laten zien op de radio? Dat ziet toch niemand? Het is radio! Nou, in de zaal kunnen ze er toch van genieten. Nee, hij meurt anders behoorlijk, weet je. Hij meurt behoorlijk. Hoes mag ik hem eens uit. Ach, wat een schatje. Wat een schatje, zeg. Ja, en hij is gek op muziek. Oh, nou ja, laten we nou hier wel even koffie gaan drinken, joh. Het is wel even lekker, hè? Nou, wie heet het dan, hoor? Dank maar eens de koffie. En dan is het nu de hoogste tijd voor... Het amateurhoekje. Ja! Klaar met die brandweersirene, meisje. Dan ga ik even ondergrond. Goedemorgen. Nou, vertel eens, joh, waar ben ik nou weer helemaal vol van huis gekomen, hé? Vandaag is dat voor de Kilimas. Voor wie?
Voor de Kilimars. De Kilimars? Hebben we er nooit van gehoord, mees. Ja, zal weer wat lekkers wezen. Hele bekende groep is ja, dat. Nou, ik heb er nooit van gehoord. Wat gaan we doen, mees? Wat moet er gebeuren allemaal? Nou, ze hebben gevraagd, ze hebben al een lied over een paard. Hebben ze een lied over een paard? Ja, dat is ook nog nooit geweest, mees. Een lied over een paard. Er hangt een paardenhoofdstel aan de muur. Oh, maar nou, dat... nou, jongen. We hebben een oud gebokje, die wordt er even voor de dag gehaald, mees. Ja, het is nog steeds populair. Ja, dat is al. En nou wilden ze dat in het originele decor wordt gezongen. In het originele decor? Ja, oh. Wat voor decor? In een paardenstal. In een paardenstal? Oh, gaan ze die nou bouwen? Nee, ze wilden vragen of ze uw kleedkamer misschien even mogen gebruiken. Of ze mijn kleedkamer kunnen gebruiken, hoezo? Als paardenstal. Als paardenstal? Hoeven ze niet te veel te veranderen. Dus... Hoezo hoeven ze niet zoveel te veranderen om mijn kleedkamer voor een paardenstal? Dan hoeven ze het alleen maar een beetje op te ruimen. Wij nou hoort die mooi! Wij nou hoort die helemaal mooi! Hoor even wat hij denkt! Nou, mijn Joop, nou rustig nou even, rustig nou even! Hoor niet wat je zegt al, hoeven ze alleen maar een beetje op te ruimen. Mijn dressroom, mijn dressroom. En dan hebben ze ook een paardenhoofdstel meegenomen. Een paardenhoofdstel. En dan wouden ze vragen aan u of u dat even op kan hangen. Of ik het even op kan hangen? Ja, want het is ik ben geen klusjesman hoor. Nee, maar het is uw amateur. Ja, nou, wat is dat ding, de paardenhoofdstel? Ja. Oh, hier zo, nou. De grote, als jij even ophoudt hier tegen de muur, dan spijker ik het er even in, hè? Heb je hem? Ja. Oké, daar gaat hij hoor. Ja. Voorzichtig, even vasthouden. Hou goed vast, nou, hè? Ik sta hier niet voor jokelen dokens, hè? Kies, jong, ik sta alleen te tillen, man. Kom op nou even. Hangt hij een beetje recht, ook? Ja, zo hard. Ik hem recht nou, hè? Even kijken, ja. Zal er nog een spijkertje bij voor de zekerheid, mensen, zo, dan moet hij wel hangen, hè? Ja, nou, het is maar voor eventjes, ome Joop. Nou, gaan we nog zingen of hoe zit het, meisje? Ja, ome Joop, uw aandacht voor de Kilimars. Ja! Dat kan ik zelf ook wel zeggen, meisje. Meisje, de Klimaatas, daar komen ze, hè? Er hangt een paardenhoofdstel aan de muur. Wat gebeurt er nou weer? Paardenhoofdstel is in de muur gevallen, hè? Wachtelijk, hè? Zit het er ook even goed vast, hè, mensen, hè? Jullie uit het gelukkig zelf, ik heb er 5 van die spijkers ingeslagen. De muur is misschien wat zwakker. Ja, natuurlijk is een zwakke muur. Misschien nou, dan gaan we weer. Ik timmer hem nog 1 keer vast, maar dan nog een keer mee, mensen, hè? Wat een gezicht allemaal, hè? Als de Kilimars nou gewoon doorzingen, mensen, want anders komt er nooit een eind. Ik hou me wel even op, ome Joop. Ja, nou, zing u gewoon door, mensen, wat een gedoe er allemaal. Al links moet ook nog een spijker. Nee, hij hangt voor mij ook niet goed, mensen. Er was mijn trouwe vrienden iets. Even stil nou, kunnen we even luisteren naar eigen lied, hè? Misschien ook wel interessant. Vaak in de stil. Misschien was de muur daar een beetje zwak, ome Joop. Nou, de groot. Ik sprak hem van vreugd en smart, hij heeft begrijpend zijn kool. Hij blijft nou wel even mooi hangen, hè, meisje. Ik weet niet of hij in de gaten heeft, maar nou hoor ik niemand. Oh, wat hangt die mooi. Oh, wat hangt die mooi. Stel aan de muur. Doorzingen, doorzingen! Zing er met de wind tegen af, meisje. Kom op, hè, maar even doen. Ik hou hem ook wel even op, hè. Wat een toestandig allemaal, hè. Hoe is het toch mogelijk, hè? Wat is het toch altijd een rommeligheid in dit programma, hè? Vind je, Dick? Jullie denken misschien dat ik gek ben. Maar ik geloof dat ik het wel door, hoor, mensen. Belachelijk, hè. Steeds stort dat ding van de muur, hè. Kom op nou, hè. Wat een toestandig allemaal. Ik kan er niet tegen, hè. Rommeligheid, allemaal rommeligheid. Nou, en zijn hoofd, ik mag ik zo hangt u aan de muur. En zijn zaden, mag ik hem nou timmeren? Mag ik hem nou timmeren? Laat hem nou maar op de grond liggen. Ach vriend, ik ben wat overstuurd. Ja, wat dacht hij van mij? Wat dacht hij van mij? Is dat waar?
Voor de prijsvraag. Ach, voor de prijsvraag. Nou, dat was weer wat, hè. We hebben weer stapels, hè, stapels, hè. Die postbode, hè. Grote, natte zweetvlekken achter zijn knieën. Kom die, hè. En we hebben ze weer, hoor. De leukste. Daar komen zij op de vraag. Ja, wat was nou de vraag van vorige week? Sluit nou eens aan op wat ik zeg. Dat is deze, dat kent toch niemand? Lachelijk, hè. Kom hier, geef die plaat. Dat is deze. Dan zet je hem toch op. Wat een gedoe toch allemaal, hè. En wat heb ik aan zo'n meid? Daar komt ie. Die ben ik altijd kwijt. Lena, waar zit je nou? Dat was hem, hè. Ik dat was de graag van vorige week. Ja, wat nou weer? Voor we tot de antwoorden overgaan, wil ik je nog even vertellen dat ik een nieuw systeem heb. Een nieuw systeem? Ja, voor mijn platen. Hoe bedoel je voor mijn platen? Wat nou voor mijn platen? Het is ook Nederlands voor mijn platen. Dat zegt toch niemand? Nee. Voor mijn grammofoonplaat. Voor mijn platen. Je vroeger, toen ergerde jij je toch altijd dat ik ze niet kon vinden en dat ik niet zeker meer wist of ik ze had? Oh, is dat wel eens gebeurd? Ja, dat is vrij normaal. Toen zei ik van ja, ik weet niet of ik hem heb. Nou ja, het is ook een opbergsysteem van likmeversie, hè, wat je hebt voor die platen. Je gooit ze maar ergens neer, ze zijn nooit terug te vinden. Nee, maar ik weet nou een beter systeem heb ik gevonden. Oh ja? Oh! Hoeven we nou niet meer te zoeken? Nee, hoef je niet meer te zoeken. Nou, dat is wel een zegen, zeg. Dat je niet meer hoeft te zoeken. Zit nou uren te zoeken naar een plaat. Hij zet hem maar ergens neer, weet je wel. Nou, hoe doe je het nou dan? Ik gooi ze nou gelijk weg. Dan hoef ik niet meer te zoeken ook. Is dat belachelijk? Nee, laat maar gaan. Laat maar gauw beginnen met antwoorden. Hè? Word er hysterisch van. Nou, komen ze nog? Gooi ze gelijk weg. Hoef je niet meer te zoeken. Wat was de vraag ook weer, Dick? Lena, waar zit je nou? Oh ja, en Gerard Woertel uit Hardenbergen. Ja? Die schrijft... Oh, sorry Lena, ik had je niet herkend. Komt er leuk, hè? Komen ze erop in de week, hè? Wat een gillen, hè? Nou, hele leuke was dit, hè? Helen Katz uit Bodegraven. Hoe krijg je elkaar, hè? Helen Katz uit Bodegraven. Ja, Lena. Ik ben weer benieuwd, hè? Lena, waar zit je nou? Ja? Sinds jij je mond open hebt in de gordijnen. Leuk! Oh, Dick, ik heb hier een van de betere. Oh, hij heeft een van de betere. Nou, ik vond dit ook al knallers allemaal. Uit het oosten van het land. Oh, die zijn altijd raak uit het oosten, ja. Gerard Gerritsen uit Millingen aan de Rijn. Ja, geef die. Lena, waar zit je nou? Nou. Achter. Hij moet lachen, mensen. Hij moet lachen. Achter het behang. Achter het Meester, wat was dat een leuke, hè? Achter het bank. Oh, mevrouw van Rodijnen. Lena, waar zit je achter het bank? Mevrouw van Rodijnen uit Oosterhout. Hoe langer je erover nadenkt, hoe leuker die is eigenlijk, hè? Hey, deze van, ja, ik vind het altijd lastig als je naar die vorige komt. Ja, natuurlijk, maar, ja, want daar kom je niet overheen natuurlijk. Maar deze is ook leuk van mevrouw van Rodijnen uit Oosterhout. Nou, wacht even. Zet ik mezelf vast met riemen. Wacht even, hoor. Lena. Ja, hoor. Ik sta aan zijn huis. Lena, waar zit je nou? Ja? Ik was plassen. Leuk! Ja, er is
is geen riem tegen bestand, hè. Ze knallen open. Ome Joop, hoe vindt u ze? Wat een giller. Ome Joop, hoe vindt u ze? Ik heb ik hier de prijs winnen. Ook de prijs winnen. Dankjewel, Beb. En die is gewonnen. Altijd op de post, Beb. Door Tanja-commandeur. Ja? Jacob van Kampenplein 80. Ja. In Rotterdam. Mooi, die heeft 50 gulden. Nou, en antwoord, mensen, want dat is, daar komt ie. De vraag is bij Tanja iets anders. Ja. Lena, waar zit je nou? Ja. Dat moet zijn. Ja? Antwoord met z'n tienen in een eind. Achterover! Ja. Nee, en er is het nu tijd geworden voor de nieuwe opgave. Ja, daar komt ie eens in, de nieuwe opgave. Nou, dat is gebruikelijk, wat ik nou hoor. Niet te snel, hoe is dat mogelijk? Een droom van een slee. Daar komt ie. Een zeiljacht. Een fletje aan zee. Ja, nou, laat hem maar draaien, het komt vanzelf wel. Zit je weer te wachten, hoe is dat mogelijk? Zet er nou van tevoren eens klaar, hè. Oh, er is dat is het was het, niet gehoord. Net niet gehoord, zonde, jammer, hè. Nou, ze komt zo wel weer. Even wachten, mensen, er komt de vraag, hoor. Ik zal hem je geven. Even stil. Daar komt hij, hoor. Ja. Oh, dat is compleet. Nou, zet hem een eentje verder. Doe nou eens even. Nou, ik zet hem heel aan het begin. Ja, ik heb het gehoord, Jan, begin weer. Weer opnieuw begin. Let op, daar komt hij, hoor. Hij vragen. Zit in het begin. Ja, het is zo vragen, ik begrijp het nou niet. Wat wil je? Dat was het, mensen. Wat wil je? Dat is dus de vraag van deze week. En als u daar een leuk of origineel antwoord op weet... Ja, dan stuurt u dat naar de NCV. Schuddersweg zoveel in Hilversum. Klaar! En daarin is het nu de hoogste tijd voor... Een artiest met een enorme zelfkennis. Och, was ik maar bij moeder thuis gebleven. Zo is dat! En hier is nog weer oom Joop met zijn verzoek ook mee zit. Hier hebben wij weer diverse brieven bereikt van allerlei kanten. Van mensen die schrijven al mij, beste ome Joop, mijn zus en mijn zo. En ik heb hier al eens een briefje van, hoe heet die verheur? Ome Joop, eerst even wat anders. Even wat anders? Vind je het even tijd dat is, even die verdient nou wat die even lekker bezig. Dat is iets heel belangrijks. Wekenlang even zoek ook geweest, nou is die er, komt hier even wat anders. Ronnie Tober is er. Nou, daar hou ik helemaal niet van, mensen. Ronnie Tober. Ome Joop, dat is leuk, Ronnie Tober komt optreden. En dat is leuk, want die gaat een liedje zingen van Udo Jurgens. Ja! Udo Jurgens, hebben we er nooit van gehoord. Wat aardig is, hij zingt het liedje uit liefdadigheid. Ach, wat leuk van zo'n Ronnie Tober dat hij dat doet, hè. Wat is dat leuk, hè? Wat voor is het, meneer de Groot? Volgens mij voor de dierenbescherming. Ach, voor de dierenbescherming. Wat leuk, dames en heren. Ronnie Tober gaat de zaal in. Met een collectebus. Aha, terwijl die het liedje zingt. Dus als u dan even wat wil geven, pak hè, ik dames even en heren. Pak ik even mijn portemonnee. Ja, pak even je portemonnee, Beb. Dames en heren, hier komt dus Ronnie Tober. En vergeet u er al niet te geven, hè? Ronnie Tober, dames en heren. Ja. Merci. 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 Voor de uren met jou. Wilt u niet blijven geven, dames en heren? Anders kan u het niet uitzingen, hè? Even stoppen met geven. Mevrouw, stopt u nou met geven? Ik vraag het toch vriendelijk, hè? Ja, zie je, dan ga je er. Komt u hier ook nog even langs, meneer Tober? Oh, nou even doos. Oh, nou, die man komt niet eens als een lied, hoor. Die loopt maar. Merci, merci.
Dames en heren, wilt u niet meer geven? Er is al een ton binnen. Wil u stoppen met geven? Dan blijf bedanken voor de gek. Goed, mensen. Heb jij al wat gegeven? Ja, ik heb net al wat gegeven. Zal nog een keer geven. Wel, nee, mensen, gaan we nou stoppen. Ik heb ook niet doen. Wachtelijk, hè, wat een gedoe, hè. Meneer Tover, wil u stoppen? Hallo, meneer Tover, maak er even een end dan aan dat lied. Stoppen nu! Mooi zo. En ook stoppen met geven, dames en heren. Niet meer geven. En dan gaan we nu verder met... Niet meer geven nou! CBC, zullen we nou onderhand niet beginnen met die verzoekhoek? Wat dacht je daarvan? Even wachten nog, homo, joh. Even wachten. Wij moeten nog iemand koffie hebben. Zal ik even koffie gaan zetten? Nou, nee, Harry, wie moet er nou koffie? Nee, even iets heel anders. Het is heel bekend, hè. Dat er wordt altijd zo gezegd van Nederlandse teksten, hè. Die houden ze weinig in, hè. Zeggen ze toch vaak van, oh, die Nederlandse teksten niet, dat, hè. Zeggen ze toch, een beetje, hè, kijken ze vaak op neer en zo, hè. Zo onzin. En de Groot heeft nou een aantal platen uitgezocht waar de Nederlandse tekst, ik mag wel zeggen, op een hoogtepunt is. Ja. Hè, de Groot? Ja. De Groot heeft ze zelf uitgezocht. Ik heb er 7 aan elkaar gezet. En heeft daar een collage van gemaakt. Ja. En hier volgt dus, ik mag wel zeggen, de fine fleur van de Nederlandse tekst. Productie. Ja, er komt hier eens Ben Kramer. Maria Valk. De Mounties. En hier zijn de Doepies. En doepie-doepie-doepie-da. En doepie-doepie-doepie-do. Ed en Hermien. Sha-la-la-la, sha-la-la-li, sha-la-la-la. De Reze Steinmetz. En nu het hoogtepunt, André van Duin. Meneer de Groot zijn weer aangebroken. Wachtelijk hebben die teksten. Ik denk, er komen een beetje fijne, mooie teksten. Hoor ik dat allemaal? Nou ja, intussen is die andere ramp alweer begonnen. De 30 seconden. Nou mensen, laat elkaar maar goed vasthouden. Hè? Dan valt er misschien nog mee. Hallo fans. Hallo fans. Hier is meneer de Groot. Daar heb je hem. Vluchten. Ik heb deze week een hele hoop bijdrage voor u gehad. En die wil ik graag in de uitzending even voorlezen. Ik ga even onderuit, mensen. Ja, Dick, de bonus is... Ga even plat op de grond liggen, hè. Dan verwerk je het beste, hè. Ik heb het beste op je rug gaan liggen, mensen. Gewoon plat op de rug. De bonus is deze week ook in deze hoek gevallen. Gewoon maar over je heen laten komen, mensen. Het is zo 2 uur, dan is alles voorbij, hè. Moet maar denken, hè. Ja. De eerste bijdrage is... Stil gaan liggen, gewoon nergens aan denken. De eerste bijdrage is... En rustig ademen, heel rustig ademen. Moni Otte. Diep in. Uit Nieuwekerk aan de IJssel. En lang uit, mensen. Lang uit, hè. Een ouderwetse zanger die heel veel geld verdient. In lange halen ademen blijven, hè. Gewoon lange halen nemen, weet je of niet? Wat is er nou? Een ouderwetse zanger die heel veel geld verdient. Nou, wie... Petpoeder. En plat blijven liggen, mensen. Vooral plat blijven liggen, hè? Anders verwerk je niet, hè. Kees en Jannie dan Buitendijk komt uit Veenendaal. De hard aan, hè. Geen kruid tegen gewas, hoor, tegen dit, hoor. Die hebben ook weer opgestuurd. Zwaarste behandelingen helpen niet, hè. Allereerst Jannie Buitendijk.
Het schrijft en je kan er verschrikkelijk hard mee rijden. Natte handdoeken op het voorhoofd wil ook nog wel eens helpen. Gewoon natte handdoeken neerleggen. Dat is dik. Die stoppen de oren af, hè? Natte watten in de oren. Dat is heel leuk. Is Annie M.G. Schmid. Ja, het geluid gaat er altijd doorheen, hoor. Het geluid gaat er altijd doorheen. Annie M.G. Schmid. Krijg het nooit helemaal weg. Ja, leuk, hè? Ik blijf het horen. En Kees Buitendijk uit Veenendaal. Je hebt ook van die geluidsdichte kasten. Geluidsdichte kasten. Kan je zelf in opsluiten. De wielerkeizers. Maar het is geen garantie, hè? De wielerkeizers van de Zesdaagse. Waarschijnlijk dringt het gewoon door het geluid. Die nu een heel groot bedrijf heeft. Weet je? Nee, ik weet het niet. Ik weet het niet en ik wil het niet weten ook. Zal ik makkelijker maken? Hij doet ook een rally rijden. Hij doet ook een rally rijden. Ja. Nou, wie? Peter Poschek en Giro die. Peter Poschek en Giro die. Ja, ik vind hem ook leuk. En de bonus, die is deze week gewonnen door, even kijken... Nou, wees er. Frits Moleman, Lindberg Plantsoen 17 in Amstelveen. Nog even. En je hebt er drie opgestuurd die ik persoonlijk wel erg leuk vind. Nog even, mensen, hou elkaar vast. Het zingt en je kunt erop rijden. Een paar seconden. Loekie Knol. En hier is een toneelspeler in een pretpark. Volhouden mensen! Guus Kermis, veel leuk. Ja, hè? En hier bij deze heb je de bonus verdiend. Hij zingt zo slecht dat je hem zelfs kunt doortrekken. Wel, Dick? Dit moet het laatste zijn, mensen! Dat is Dr. Anders Play. Vind je die leuk? En het is voorbij! Ja! Productie. Onbelangrijk, de groot, volkomen onbelangrijk. Laat de meisje de koffie.